Rob Jetten wordt helemaal gek. Er zijn namelijk nieuwe peilingen en PVV heeft er weer een zetel bij. 49 zetels momenteel, 12 zetels winst sinds de verkiezingen. D66 heeft nog maar een kwart van de zetels van PVV. Naar mijn mening nog steeds te veel. Maar goed, D66 is meer dan gehalveerd sinds 2021. Dat is positief. Jetten raakt daar lichtelijk van in paniek, dus hij roept namens alle liberalen in heel Europa, hoezo grootheidswaanzin, de VVD op om de PVV uit te sluiten. Jetten wil de allergrootste partij van Nederland uitsluiten, maar gaat daarbij voorbij aan het feit dat hij niks meer voorstelt. Het overgrote deel van de mensen in Europa zijn de liberalen namelijk spuugzat. Alles maar accepteren onder het mom van tolerantie. Mensen zijn de klimaatgekte zat. Mensen zijn de enorm hoge asielinstroom zat. Mensen zijn de hoge prijzen meer dan zat. Mensen zijn de zinloze oorlogen zat. En mensen zijn de woningnood gekoppeld aan de asielinstroom en de klimaatmaatregelen spuugzat. De liberale macht, het is al flink gekrompen. Maar hopelijk hebben de liberalen straks helemaal niks meer te zeggen in Nederland. Wat vinden jullie? Laat het me weten en like en deel dit filmpje.